Europapark zat. Ik ben Erwin en ik ben in Simpelveld en we gaan eens kijken wat de hobby is van... Nick Jansen. Wat is je hobby? Stoommachinist. Stoommachinist. Nou, eens even een kijkje nemen bij een stoommachinist. Ja, het is heel vroeg. Wat ben je nu aan het doen? Nou, ik ga nu de injecteurs beproeven. En dat betekent dat ik ga testen of ze werken. We hebben er twee, links en rechts. En voor de veiligheid altijd dubbel uitgevoerd. Met de injecteur pomp je dus water vanuit de tender in de locomotiefketel. Dus ik ga nu kijken of het allemaal werkt zoals het moet werken. Dan draai ik eerst de stroom open. Ja, hoe lang doe je dit werk al? Nou, dus onlangs was 25 jaar. Ik ben vanaf de oprichting eigenlijk lid geworden. En waarom? Waarom? Dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Ik ben toen gebeld door meneer Wilgenburg. Die wilde toen een oprichtingsvergadering organiseren. En in die tijd bouwde ik stoommodellen. Dus een metertje ongeveer lang. En die vroeg mij of ik daar met een paar stoomlocomotieven naartoe kon komen om de zaal een beetje aan te kleden. Nou, dat sprak me wel aan, dus ik heb gezegd, schrijf mij maar al op als lid. En zodoende ben ik erbij gekomen. Nou, wat een prachtig Harry Potter shot was dat. Ik zit er helemaal klaar voor. Niek gaat zo meteen aan die hendel trekken en dan gaan wij vooruit naar Schin op Geul. Je moet aan heel veel dingen denken, maar je moet eigenlijk niks vergeten. Dus normaal gezien doe je je werk en dan loop je nog een keer om de locomotief heen. Kijk of alles in orde is, niks vergeten hebt. Nou, dan zie je dan een klein puntje over het hoofd. Dan zul je dat bij de tweede ronde wel zien. Wat ik me afvraag, heb je nog andere hobby's of is dit echt de enige hobby? Nee, ik heb nog andere hobby's ook. Dat is oldtimer motorfietsen. Daarom zei ik net van dit is wel in de top 3, maar de motorfietsen staat op nummertje 2. Maar dit is 1. Nummer 1 is eigen gezinnetje. Oké, ja, dat is ook een hobby. Hè? Ja. Nou, Parkstad, dit was hem dan weer. Erwin in Parkstad bij de hobby van Niek Jansen. En die is stoommachinist bij de ZLSM, de Zuid-Limburgse Stoomtrainmaatschappij. Niek, hartstikke bedankt. Graag gedaan en ik hoop jullie nog een keer terug te zien. Dat komt wel goed hoor. Ik ga weer een ritje maken volgende zomervakantie. Prima. Tot ziens. Hoi.